De duinencrossing Kokzijde, dat is een zwaar zandparcours. Vanaf het begin rijden de renners aan een hoog tempo. Erwin Vervecke voert hier bij het begin van de tweede ronde een eerste schifting door. Nijs, Welles, Groenendaal, De Klerk van Zandvliet en Janssens gaan goed mee. Een ronde verder valt de wedstrijd al in een definitieve plooi. Welles en Vervecke gaan stevig door, Sven Nijs volgt makkelijk. En even later sluit ook Richard Groenendaal nog aan. De anderen moeten afhaken. Pech voor Sven Nijs, half koers komt hij ten val en wordt bijgehaald door Mario De Klerk. Welles, Vervecke en Groenendaal proberen vooraan om beurten weg te geraken, maar blijven samen tot wereldkampioen Groenendaal bij het ingaan van de laatste ronde lek rijdt. Pech voor de Nederlander, de twee Belgen sprinten voor de overwinning. Erwin Vervecke haalt het makkelijk voor Bart Welles en wint voor de derde keer de duinencross van Kokzijde. Sven Nijs komt op het einde nog knap opzetten en wordt derde. Vandaag was ik toch de eerste drie kwartier heel goed. Kon ik het echt controleren. De laatste kwartier was Richard Groenendaal zeker beter dan mij. En ook wel dan Bart, denk ik. Maar ja, we hebben geluk gehad dat hij lek reed. We gingen samen de laatste ronde en ik zeg, als ik in de sprint kan beginnen bij Erwin, dan ben ik content, want als je ziet hoe dat hier loopt, het is een benen zijn twee keer langer dan ik. Dus dat je een stap pak, moest ik er drie pakken. Dus ik was al blij dat ik mee in de sprint kon komen.